Isham ging vanmiddag op bezoek bij KSV Oudenaarde. Bij Isham inwezing vergeleken met de startopstelling tegen Hullegem. Het is Rob de Leersnijder die in het aftal komt ten koste van Kalingala. Ondanks de hitte kregen we een spektakelrijk eerste kwartier te zien. Isham is meteen gevaarlijk na een hoekschop. En na 6 minuten spelen is het reeds raak. Na een rood-zwarte combinatie komt de bal bij Pik, die Verstraten kan bedienen en het staat 0-1. Lang kan Isham van de voorsprong niet genieten, we zijn nauwelijks 1 minuut verder. En Van Turloot brengt na een hoekschop de stand reeds gelijk. Nog voor het kwartier komt de thuisploeg op voorsprong. Het is De Rock die zich vrijkapt en de 2-1 op het bord plaatst. Na het spetterende openingskwartier volgde er toch wat afkoeling in de wedstrijd. Oudenaarde kan tot 3-maal toe dreigen, doch we kunnen spreken van een vrij gelijkopgaande eerste helft. Dit resulteerde dan ook in een gelijke stand aan de rust. Via Verstraten komt de bal bij Dont. Deze kan zich tussen 4 spelers goed doorzetten en scoort de gelijkmaker. In het begin van de tweede helft brengt Van den Bossche Oudenaarde opnieuw op voorsprong na hoekschop. Isham geeft niet af en wordt de betere ploeg. Een afgeweken bal van Hombami wordt door de doelman over de lat getikt. Na een hoekschop komt Isham aan de gelijkmaker. Via Loden Hugelier die scoort tegen zijn ex-ploeg. En met nog een half uur te spelen komt Isham zelfs op voorsprong. Na een vrije trap van Dont wordt de bal binnengewerkt. Op het beeld is niet duidelijk wie scoort, maar na een rondvraag bij de spelers zou het alsnog Hugelier zijn die zijn tweede van de middag laat optekenen. Doelman Frans houdt Hombami van een bijna zeker doelpunt. En Isham speculeert naar de slotfase toe, vooral op de omschakeling. De ingevallen Van de Wallen wordt afgevlacht voor buitenspel. Verstraten met veel ruimte kan Pik aanspelen, maar deze verkiest voor de voorzet in plaats van zelf af te werken. Nog een laatste maal Isham via de combinatie, vooraleer het zich iets te veel terugtrekt. De Klerk met de vrije trap maar net naast het doel. En het is de onvermijdelijke Vervaken die altijd scoort tegen Isham, die nu de 4-4 op het bord plaatst. Beide ploegen lijken tevreden met deze stand en bevriezen de wedstrijd. Toch volgt er nog een topoverleg bij de scheidsrechters. Onze nieuwe T2 Kurt Berton mag dan wel de ideale schoonzoon lijken. In de spannende slotfase kon hij zich niet beheersen en moest hij het terrein verlaten. De wedstrijd eindigt op een 4-4 gelijkspel. Opnieuw een spektakelstuk met Isham op verplaatsing. Afgelopen woensdag is het doelpunt een beetje onder water gelopen. Vandaag scoor je opnieuw en dan nog tegen niks ploeg. Ja, fantastisch op zich. Ik moet zeggen, het is eigenlijk 3 of 4 jaar geleden dat ik een officiële wedstrijd een doelpunt maak. En dan nog een keer tegen mijn next ploeg van vorig jaar. 1 à 2 doelpunten, dat gaat de beeld nog uitwijzen. De score is altijd fantastisch. Enkel jammer dat we daardoor niet de winst meenemen. Ik denk, moest de wedstrijd hebben in korte zin. Pak weer sowieso de winst, maar
gelijkspel op het einde mogen we niet meer content meer zijn. Ja, ik vond de eerste helft vrij gelijk op hand. Toch, wij scoren twee mooie doelpunten, maar we geven ze toch iets te makkelijk weg. Ik denk dat dat een beetje ons probleem geweest is. Ook tegen Hellegem geven we de doelpunten weer te makkelijk weg. Dus ik denk als we daar nog een beetje sterker zijn, nog een beetje harder zijn, als we geen doelpunten tegenkrijgen, winnen we sowieso veel van de wedstrijden die volgen. Dus ik heb vertrouwen in de ploeg. Als we van achter nog als mannen staan, van voor scoren we sowieso. Een goede spits, een goede ploeg op zich. Dus ik maak me daar geen zorgen in. Ja, tweede helft vond ik eigenlijk ons het eerste half uur gewoon beter. Door het babijntje leek wel af te zijn. De laatste 10 minuten kwamen onder druk te staan. Ja, maar we zakten er ook helemaal in. Dus we hebben niet meer gevoetbald, we hebben die bal weggetrapt. En tegen Dendris hebben we hetzelfde tegengekomen op zich. Dus we moeten er een beetje op letten. Jammer van de vroege tegenhal in de tweede helft. Maar we komen goed terug. We spelen inderdaad goed voetbal. Als we de bal hebben en we hebben ruimte, we hebben fantastisch voetbal. Net enkel mag dat 90 minuten kunnen volmaken. Ja, op Dender 3-3, vandaag 4-4. Voor spektakel moet je bij IZM zijn. Ja, voilà. Veel doelpunten, mooie wedstrijden en schoon voetbal. Oké, dankjewel. Dank voor het kijken en graag tot een volgende KFCI TV.